Ik ben Marita de Sterk. Ik ben geboren in Antwerpen op 16 augustus 1955. Ik studeerde perswetenschappen, antropologie en talen. Ik debuteerde met Reisvrouwen en ondertussen heb ik 40-tal boeken geschreven. Het waren boeken voor beginners, prentenboeken en jeugdromans. Ik begon met Hakim de Ezeldrijver en mijn laatste werk is Niet zonder liefde. Ik heb ook al verschillende prijzen gewonnen. 3 jeugdjury Vlaanderen, 1 gouden zoen, 2 zilveren zoenen, 1 gouden uil en 1 boekenleeuw. Dit is het boek Hakim de Ezeldrijver. En dit is het boek Niet zonder liefde.